Oeh, nee, dat is vlees. Nee, geen vlees. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag maandag en mijn lichaam is een klein beetje brak. Het is namelijk een zwaar weekend en vorige week was het ook wel redelijk zwaar op het werk. Zaterdag was het namelijk busk en daarvoor hebben we vorige week heel de week gewerkt. En gisteren moest ik ook gaan werken, dus ik kon echt niet goed recupereren. En ik had ook last aan mijn schouder. Vanmiddag heb ik recup gepakt, dus het komt allemaal goed. En de volgende dagen ook, dus dat is goed. Allee, niet goed, want het blijft heel wat werk. Op het werk staan, maar dan heb ik weer tijd voor mezelf en voor mijn eigen stukjes werk. Met zij of gaar en met fobovlogs en zo van die zaken. Hallo, het is bijna 8:30 en ik ga meteen vertrekken. Ik doe het vandaag terug met de elektrische fiets, want sinds dat ik hem heb, met uitzondering op één dag, ben ik elke dag al met de fiets geweest. Yay! Hey, ik ben terug thuis, ik ben aan het luisteren naar een boek van John Ferris, 4-hour Workweek. En ondertussen Pokémon. Je was hier net, we hebben net Mario Kart gespeeld en de battle, we hebben een balloon battle, een bam bam battle gedaan, een coin battle, een sun battle en nu hebben we nog een keer de sun battle gedaan en ik ben de hele shy guy, mijn zus was de shy guy en ik ben derde. Mijn zus komt hier namelijk over de middag eten. Omdat zij nogal een grote lap heeft dus naar werk. En dan kunnen wij, als ik hier ook ben, Mario spelen. En vandaag was ik hier, dus dat is cool. Mario Kart. Weet je wat het er trouwens wel heel dom is? Van mezelf. Mijn zus was een worstje aan het snijden, want mijn zus is geen vegetariër. En ik ging een worstje pakken en ik dacht, oeh nee, dat is vlees. Nee. Heer vlees! Ik vind dat heel raar dat ik ja, die intentie had om vlees te pakken. Ja, dat ik al zeker in 4 jaar nog vlees heb gegeten. Ik wil niet eens vlees eten. Toch geen vlees gemaakt van dieren. Ik ga even alles klaarzetten. Want ik wil vlog gaan editen. Aangezien ik vorige week bijna geen enkel momentje de tijd had om vlogs te editen. Is dat nu het eerste dingetje die het moet gaan gebeuren. Hey! S'avonds als ik tv kijk, doe ik vaak het licht uit. Nu heb ik het terug even aangestoken, omdat ik heen en weer moest lopen. Nu ga ik nog wat tv kijken. Ik kijk naar Spoed 24/7 en ik vind dat wel leuk om te zien hoe mensen afzien. Dus ga ik nootjes eten. Het zijn pistachenootjes van de notenshop. In de notenshop kun je ze ook zonder zout kopen. Dit is nu een batch met zout. Maar je kunt ze zo in een grote bulk verpakkingen kopen, al die noten. Omdat dat wel veel gemakkelijker is dan in de supermarkt, waar je maar zulke kleine zakjes kan kopen. Ook eigenlijk alle soorten noten. Als je de tv dan uit doet, is het wel even heel erg donker. Maar ja, waarom zou je eigenlijk dat licht afsteken? De tv geeft licht genoeg. En ik ben iets aan het testen. Ik ben namelijk iemand die heel graag badjes neemt.
Maar ik vind het ook wel heel zonde om dat badwater gewoon te laten weglopen achter mijn bad. Of naar mijn bad. En nu heb ik mijn badwater laten staan. Om af en toe een emmer te doen en mijn wc ermee te gaan spoelen. Want ik kan het niet geven aan de plantjes of zo, aangezien of gebruiken als afwaswater of zo van die dingen. Aangezien dat, ja, er zit een bruisbal in. Resten van shampoo en zo. En ik denk niet dat dat super goed is voor mijn plantjes. En mijn lip voelt een beetje raar. Waarschijnlijk door het zout in de nootjes. Het is trouwens mijn flauwkalenderbriefje van vandaag. Ik vind het wel jammer dat ik al gezocht heb naar een flauwkalender. Maar hij is dit jaar, allee, hij is volgend jaar, het jaar 2020, precies niet met illustraties te koop. Ik denk wel dat er eentje was met soort levenslesjes of inspirational quotes of zo. Klinkt hem sowieso hieronder, maar nu met illustraties. Jammer. En vandaag heb ik tijdens het Pokémon spelen afval opgeruimd. Dus dikke duim van mezelf. Er lagen namelijk nog heel wat frietvorkjes en zo op de grond na frietrok. Al meer dan een week geleden is en dat vond ik toch wel jammer. Dus daar heb ik een klein beetje iets aan gedaan. Het is nu 11 uur. Ik ga slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende vlog terug. Doedels. Thank you.